André Vermeulen, dit songfestival in Oslo geeft een beetje de indruk van back to basics. Het decor is vrij sober gehouden. De acts zijn ook niet overdadig. Het lied komt toch weer een beetje op de voorgrond. Dat is wellicht een zeer positieve evolutie. Ik vind dat inderdaad een positieve evolutie. Het lied stond vorig jaar al, denk ik, wat meer op de voorgrond dan de jaren daarvoor. Maar toen was alles nog, toen werd nog alles uit de kast gehaald door de Russen om te bewijzen dat zij de beste waren als het erop aankwam om een songfestival te organiseren. Ze hadden er zo lang op gewacht. Dat de Noren hebben al een en ander bewezen in het verleden op dat vlak, dus dat hoeft niet zo nodig voor hem. Het is inderdaad, vind ik wel een goede tendens, dat er niet overgeproduceerd wordt en dat liedjes weer meer aandacht krijgen, vind ik ook. Ook de Vlaamse inzending beantwoordt volledig aan dat profiel. Less is more eigenlijk, Tom Dice. Heb je er een beetje een goed oog in? Ik heb nu twee repetities van hem gezien. Ik vond de eerste straffer dan de tweede. Bij de tweede vond ik dat hij een beetje minder geconcentreerd leek. Je moet natuurlijk wel de indruk geven dat je heel goed weet waarmee je bezig bent. Het ging een beetje te makkelijk misschien de eerste keer, waarna de tweede routine werd, de tweede repetitie. Maar ik neem aan dat Tom wel zal begrijpen dat vanaf de generale repetities het echt ernst wordt. Dat je daar dan die echte korte 3 minuten maar hebt om het te doen. En dan komt het erop aan om geconcentreerd je lied te verkopen. Want het zijn die 3 minuten die tellen en eigenlijk niks anders. Vlamingen blijven zeer voorzichtig na 53 jaar Songfestivalleed. Maar er is hier toch een zekere hoop dat hij de finale haalt. Hè. Is die hoop terecht? Ik denk van wel. Je hoort hier meer dan ooit tevoren, denk ik, dat België dit keer toch wel naar de finale gaat. En er zijn natuurlijk een aantal redenen die dat kunnen ondersteunen. Hè. Bijvoorbeeld, voor het eerst gaan 10 op 17 liedjes naar de finale. Dat is de grootste wiskundige kans ooit. De jury's stemmen mee voor het eerst in de halve finales. Wat betekent dat de invloed van de diaspora wat ingedampt wordt. En heeft gewoon een van de betere liedjes en een van de betere vertolkingen, denk ik. Dus het zit goed, maar je weet tot nu toe, het is nooit gelukt om via de halve finale naar de finale te gaan. Dus ik wil toch ook maar voorzichtig blijven, maar ik heb er toch goede hoop in, ja.